Lekker! Je wil nog geen geld. Ik wil ook niet bestellen. Zo, Jonet, mijn collega even roepen, dus bellen. Oké. Goedemorgen. Jonette! Kom eraan. Of, ik denk die man die is druk. Ja. Nou ja, gezellig druk zullen we maar zeggen. Nou, zullen we gelijk even dit afhandelen en dan even laten zien of we hier eerst zeg maar jullie. Ja, dat heb je dan nu wel. Ja, nee. Zeg het maar hoor. Stefan, ben jij er klaar voor? Ja hoor. Vandaag vieren we ons 10-jarig bestaan van de zorgenboerderij. We zijn blij dat u ondanks de regen toch hier hebt willen komen. We hebben de burgemeester uitgenodigd omdat er wat te onthullen valt. Maar voordat de burgemeester dat gaat doen, wil ik graag Stefan het woord geven. Stefan is onze deelnemer van bijna het eerste uur. Hij is hier bijna 10 jaar. En hij wil graag wat vertellen over de zorgboerderij en over de afgelopen 10 jaar. Nou, we hebben hier heel veel meegemaakt. Het mooiste is natuurlijk het zien van de geboorte van de dieren. Altijd heel mooi om te zien. En zeker wanneer het je voor het eerst gebeurt dat je ziet dat een jonge geitje wordt geboren, dan kun je denken, mooier dan dit bestaat haast niet. Die bleken toen bij Landgoed IJsselvliet tegenover over de Staanloop hebben gelopen dat iemand ze kleine wei hebben gedaan. Van de jaren heb ik ook dankzij de zorgboerderij heel wat dingen bijgeleerd. Meer dankzij mijn collega's en iedereen die hier werkt, is het me gelukt om mijn eigen bromfietsrijbewijs te halen. Het leren dankzij mijn collega Harm met de trein te reizen. Nogmaals bedankt Harm. En natuurlijk dankzij de hulp van Jonet en Jonet is het me zelfs gelukt een EHBO diploma te behalen. En daar... Ja. Kom maar naar boven, niet zo kleden. Nou, ga even zoenen. Bedankt. Bedankt. Graag gedaan. Als we het verhaal van Stefan horen, dan hoeven we helemaal geen poging meer doen om uit te leggen waarom het belangrijk is dat deze voorziening er is. Dat spreekt dan helemaal voor zichzelf. Zorgboerderij Benjamin, 10 jaar bestaan. Ik wil de initiatiefnemers, mevrouw Fijn en mevrouw Oenen, u allebei van harte geluk wensen. Maar ook, eigenlijk ook wel heel erg bedanken dat u initiatief genomen hebt om dit te doen. Want nogmaals, het is ontzettend belangrijk dat dit soort voorzieningen er zijn. En Stefan heeft het al heel erg treffend onder woorden gebracht waarom het belangrijk is. Ik weet dat het niet makkelijk is om zo'n initiatief te nemen en dat van de grond te krijgen. Ik weet dat jullie ook best wel moeite hebben om tegen de grotere organisaties op te boksen. En de concurrentieslag daarmee aan te gaan. En het is ook duidelijk dat er in de zorg heel veel verandert. Per 1 januari aanstaande komt de zorg, als het gaat om de AWBZ en als het gaat om de jeugdzorg, naar de gemeente toe. Daar zit veel onduidelijkheid omheen. Centraal daarin staat eigenlijk wel. Ik ben blij dat ik, het is voor mij een eer dat ik dit beeld mag onthullen. Het beeld wat zeg maar vorm geeft aan het logo wat jullie dragen. En ik heb begrepen dat Henk Visser het gemaakt heeft. Ik weet niet of hij er ook is. Ja. Even kijken, waar staat hij? Ja. Ah, daar staat hij. Ja. En ik ga ervan uit dat als het onthuld wordt, dat er een fantastisch applaus gegeven wordt. En dat is dan mede voor de maker, Henk Visser, wat mij betreft. Want het is wel een hele klus om zoiets iets moois te maken. Ik heb ook nog een klein cadeautje. Daar ga ik eerst maar even overhandigen, denk ik. Anders vergeet ik dat weer. Ja, foto komt nog wel, hè.
Het is wel een klein cadeautje, hè, want de portemonnee van de gemeente die is ook niet meer zo gevuld. Maar ik wil niet met lege handen hier komen, dus ik wil een kleinigheid dat jullie graag geven. Hartelijk bedankt. Hartelijk bedankt. We hebben een kleinigheidje voor u, als we toch aan het delen zijn. We hebben een potje eigen gemaakt, een sham voor u gemaakt. Met een kaartje eraan en we vonden het erg fijn dat u er was. Mooi. Goed bedankt. Ja, dit hadden wij afgesproken met elkaar, dat op deze manier de spanning er een beetje inhouden. Want je staat alles maar te wachten, wat zal het nou zijn dat beeld? Kunnen we nog meer verzinnen of zullen we het nou gaan doen? Doe de muziek aan. Bent u er klaar voor? Dan gaat nu het grote moment plaatsvinden. Dit is die. Fantastisch. Echt geweldig. Nogmaals compliment voor de maker Henk Visser. Echt heel erg mooi. Ik vind het echt een super, ik weet dat het logo is, maar het is een super goede uitbeelding van wat jullie voorstaan hebben. Ook de combinatie van mens en dier. En dan voor jullie kussen. Nogmaals van harte gefeliciteerd. Kracht, we wonen een aangehuisje van de zorgboerderij. Ik heb hier jaren vrijwilliger geweest. Ik greep wel eens mis op dingen. Ik denk, nou, wat kan ik nou kopen voor ze waar ik mezelf wel eens aan ergerde? Dus, we hebben dit maar gekocht. Harm, ik hoop dat je er goed mee kunt werken. Ja, kom maar, Harm. Maar een goede schop kan niet. Dan moest je dit voor hebben, natuurlijk. Geldbedrag aan te reiken voor de zorgboerderij, ben je mee? Dit geldbedrag is van gymvereniging SOS. We hebben 4 april hielden wij een SOS-event. En wij hebben daarvoor geld opgehaald voor de zorgboerderij en voor onze vereniging. En een deel daarvoor gaat naar de zorgboerderij. Het was een avond met heel veel gezelligheid. En nu hebben wij een heel mooi bedrag opgehaald. Van 725 euro. Ik kreeg een mailtje van jullie en van Henk, kun je er wat mee? Ik zei, nou ja, ik wil het best proberen. Aangezien ik vrachtwagenchauffeur ben en gek op tekenen, zit ik s'avonds op een klapblokje zo te schetsen in 2 uurtjes, denk ik. Manny gaat iets meer werk mee, want hij heeft een mooie tuinbroek aan. Om het hele verhaal een beetje kort te maken, ik ben daar aan het zagen, ik heb daar vuurblokken staan, als je die koopt, kosten 5 euro per stuk, die kosten gaan, of die, dat geld gaat helemaal naar de zorgboerderij en verkoop het, niet meenemen, koop het. Ik weet niet of u kent het Zweedse vuur, er zit een zaagsteen in, daar bovenin doet u een AMA-blokje, dus ouders hou je niet in, hartelijk dank. Ja, dat is helemaal wel, joh. Dat komt altijd goed. Ja, ze werkt hier. Is dat leuk? Ja, wel.
79 lezingen heeft Sigrid al gehad. Ja, want toen kon ik. En dit is 5 jaar geleden is het hier ook, dus 5 jaar gestopt. Dit is hij. Fantastisch. Echt geweldig.